Ik sta hier in het binnenhof, wat binnenkort dicht gaat en vijf jaar gerenoveerd gaat worden. En ik heb een afspraak hier met Jan Middendorp. Hij is een interessant Kamerlid bij de VVD. En uh, hij heeft een nota geschreven samen met D66 over digitale identiteit. En daar staan alle belangrijke dingen in. Hier bij de Tweede Kamer staan we met Jan Middendorp. En ik ga met hem praten over een aantal onderwerpen, vooral digitale identiteit, waar hij een nota voor heeft ingediend en waar hij ook veel van af weet. Maar eerst eventjes over. Dit uh, prachtige pand waar we nu in zitten. Jij bent ook woordvoerder uh, zeg maar van de renovatie. Wanneer gaat de renovatie gebeuren? Nou, we gaan, uh, in 2020 gaan we over. Uh, en dan gaan we vijf jaar weg. En dan, uh, als we terugkomen, is dit mooie gebouw weer helemaal up-to-date. Ja, ik vind het überhaupt gewoon een heel mooi gebouw en oud en nieuw is prachtig geïntegreerd. Wat moet er vooral gebeuren? Nou, het, gaat om, het gaat, gaat om een renovatie. Dus het moet gewoon bij de tijd gebracht worden. Dan heb je het over kabels. En, nou, dus we zijn nu bezig met al die plannen. Uh, maar het is echt een renovatie, geen verbouwing. Nee. Nee, en het is, ook, is het ook gewoon slechte stoffen of zo, van asbest of zo, dat verwijderd moet worden? Nou, ze moeten het gewoon bij de tijd brengen. De, precies, wat ze precies gaan doen, daar zijn ze over bezig. Maar um, ze gaan niet alle gangen verleggen en uh, de zalen veranderen. Lekker. Nee, want het is al heel mooi. Hey, hoeveel kost het ongeveer? Het kost uh, 475 miljoen, hebben we voor de laatste keer gehoord. Okay, 475 miljoen. Het meest prachtige stuk van de geschiedenis eigenlijk. Dit was de oude Tweede Kamer. En uh, ja, dat ziet er nu uit alsof er allerlei meetings worden georganiseerd. Kom je hier nog vaak? Ja, zo is het ook hier. Dit was vroeger waar de groene bankjes stonden, die iedereen kent. En nu wordt het inderdaad gebruikt voor congressen, bijeenkomsten. Uh, maar niet meer voor het kamerwerk in die zin. Goed, digitale identiteit. Uh, wat is, even, even wat is jouw achtergrond? Want die is wel uniek, eigenlijk ook geschikt voor dit onderwerp. Nou, ik ben van buiten de politiek uh, in de Tweede Kamer gekomen. Dus ik heb 15 jaar bedrijfsleven gewerkt. Ja, maar je bent niet zo, maar je bent eerst in uh, Londen, heb je geloof ik, uh, gezeten bij een bank. Een prachtige Rothschild of zo. Ja, ik heb in uh, India, Engeland en uh, Nederland gewerkt. En uh, um, ja ook in uh, technische, technische uh, dingen gewerkt. Dus, uh... Wat voor dingen dan? Nou ja, um, bedrijven die. Je zag, je zag ook toen ik uh, bij, uh, in de bankensector werkte. dat bedrijven ook allemaal zich moesten aanpassen aan die nieuwe digitale toekomst. Ja. Dus ik heb met heel veel bedrijven gewerkt. Uh, die, um, die echt een nieuw businessmodel moesten uitzoeken. Ja. En heb je dat mooi 1 uh, uh, gemaakt. wat je bij SMS-bank gaat werken? Nou, dat werd dus Nederlandse overheid. en daarna of, uh, dat werd dat eigenlijk van ons. En toen bij de Tweede Kamer. Ja, dat is geen een-tweetje hoor. Ik, ben ja. gewoon, uh, ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik uh, op een gegeven moment de publieke dienst wilde gaan, uh, gaan de publieke zaak wilde gaan dienen. Um, dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben gewoon overgestapt. Ja. Okay. Goed, over de digitale identiteit, die eigenlijk de bankenwereld is dat al heel erg belangrijk geweest, KYC, allemaal uh, meegemaakt. Hoe is, het bij de, hoe is het geregeld bij de digitale overheid uh, mee? Hoe is identiteit geregeld bij onze overheid? Nou, kijk, wat je, we zijn nu, uh, we hebben natuurlijk DigiD. Dat is eigenlijk een heel mooi systeem. Maar dat moeten we aanpassen aan de tijd. Dus dat moet, uh, dat moet veiliger worden. 200 miljoen keer per jaar gebruikt hè. Dus dat, dat mensen weten een beetje hoe dat werkt. Ja, het, het kan nu niet meer anders. Hè? De digitale overheid die, die vraagt er ook gewoon om dat er een goed systeem is om je kenbaar te maken bij de overheid. En dat zijn we nu dus, uh, nou, daar zijn we in de Kamer zijn we bezig met uh, um, wat zijn de plannen voor het kabinet om DigiD veilig te maken? Maar ik heb zelf, heb ik, heb ik, wil ik eigenlijk gewoon een stap verder gaan. Dus ik heb ook een initiatiefnota geschreven. Die heb ik gelezen. Dat was echt, en daar stond één zinnetje in. Gewoon van de overheid moet gewoon één keer een aantal gegevens niet repeteren, maar gewoon hergebruiken. Dus je moet ergens een digitale kluis hebben waar mijn naam, adres en nog wat andere gegevens in staan. En die moeten hergebruikt worden. Vond ik een briljante zin. Waarom heb je die erin gezet? Nou kijk, dat is een eerste stap naar uh, inderdaad de één bron gedachte. Dat uh, je ziet nu nog dat uh, gegevens soms worden doorgegeven tussen overheidsinstanties, gegevens van mensen. Ja. Uh, en wat wij eigenlijk willen is dat die gegevens via die mensen zelf, het zijn hun persoonsgegevens, dat die via die mensen zelf worden uitgewisseld. Um, en dan hoef je dus niet meer dubbel op te slaan. En inderdaad, kan je dan voor iedere persoon, kan je uh, die een, eigenlijk een digitale identiteit geven, doordat je die persoonsgegevens aan die persoon linkt. Ja, en dat ze die niet weer apart nog eens een keertje in 7000 databases gaan opslaan. Zo is het. Ja. Als jij nu op een gegeven moment die nota, die heb jij ingediend. Hè? Wat heeft de regering daarop gezegd? Nou, die, uh, hebben daar, we hebben een debat over gehad. En uh, die zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we nou de plannen die daarin staan uh, uitvoeren. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met uh, de wet Digitale Overheid. Uh, en we zijn ook bezig met uh, hoe kunnen we nou DigiD vernieuwen. Dus eigenlijk komen al die dingen heel mooi bij elkaar. En ik hoop echt dat we, uh, ja, dat we, dat we die stap kunnen zetten naar een, uh, naar een, ja, een systeem waarbij uh, uh, mensen online echt een identiteit geeft. Ja. Als ik daar één vergelijking mag maken, kijk, je hebt in de normale wereld, in de fysieke wereld heb je een paspoort, mm -hmm. daarmee kan je je overal kenbaar maken, yeah. nou zoiets, dat, dat gaat toch wel echt verder dan alleen dat inloggen wat je kan doen met DigiD, mm -hmm. maar dat gaat er echt om dat het jouw persoonlijke identiteit, dat je die uh, ook online uh, kan, uh, kan laten zien. Mm -hmm. Ja, als we dat kunnen doen, dan kunnen we echt een hele mooie stap zetten. Ja, en wat is nou inderdaad? Ik heb DigiD om in te loggen. Ik heb uh, de basisadministratie, daar staat in principe mijn naam en mijn uh, huidige adres in. Wat zie jij nou in die digitale kluis allemaal voor gegevens zitten? Waardoor ik die dan zeg maar, op, een, op, op, op mijn moment, op mijn manier, aan de mensen die ik het interessant vind, het uh, kan laten te, kan vertellen? Ja, kijk, ik, ik denk dat het kenmerk echt is dat je uh, die een aantal BRP-gegevens alleen al adres. Als, je, als jouw adres, als jij zelf kan zien in jouw eigen, in jouw eigen stukje in die BRP. De digitale kluis noem ik het maar even. Als dat jouw adres, welk, welk adres de overheid gebruikt van jou, dan komen er veel meer brieven aan. En dan weet je ook zeker dat er niet ergens nog een instelling is, een overheidsinstelling, die zijn eigen adres geregistreerd ja, ja. heeft. Eerstelijk. En dat er allemaal fraudes ook weer gebeuren op alle mogelijke manieren. Oké, okay, dus ik krijg straks een appje van de overheid. Daar staat mijn, mijn digitale kluis in. Ik kan een QR-code produceren waar die ik dan bijvoorbeeld aan de ingang van de Tweede Kamer kan laten zien, zodat ze weten dat ik het ook inderdaad ben. En moet dat klaar zijn aan het einde van de renovatie van de Tweede Kamer? Nou het zou mooi zijn, maar jij bent uh, je hebt al helemaal dat plan uitgedacht je bent al vele stappen verder en ik denk dat je precies de goede dingen zegt, je bent niet voor niks trendwatcher, dus je kijk vooruit uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier die eerste stap gaan zetten uh, dat we hier in de Kamer met z'n allen en ik heb die initiatiefnoten ook samen met D66 geschreven, dus die, uh, die zijn het daar ook mee eens dat we met z'n allen zeggen, laten we nou echt een stap zetten als overheid om, om... Ja, mensen gewoon hun eigen identiteit online te geven en het niet ja. zo gefragmenteerd te doen, want daarmee Geven ze ook veel meer regie over persoonsgegevens? Digitale identiteit, voor mij als burger, hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk dat, er, dat het echt een hele belangrijke stap zou zijn naar de digitale toekomst. Uh, want uh, ja, jij bent Trendwatcher, dus wij kunnen met z'n tweeën zo uh, 15 uh, dingen verzinnen, die, uh, die, die, waarbij die digitale identiteit mensen echt gaat helpen. Ja, heel belangrijk. Maar. Als jij mij dan een digitale identiteit geeft, dan wil ik die overal kunnen gebruiken. Niet alleen maar bij de overheid, maar eigenlijk uh, uh, zeg maar, uh, bij andere partijen. En andersom, als iemand anders mij een digitale identiteit geeft, zoals uh, bijvoorbeeld de banken of uh, de telecombedrijven of de post, uh, of het post, dan wil ik die ook bij de overheid gebruiken. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk inderdaad dat uh, zoals je een paspoort nu ook buiten de overheid gebruikt. Ja. Uh, en uh, ik denk dus inderdaad dat we dat we echt goed moeten kijken dat wat we gaan bouwen als overheid. Dus hoe we het DigiD gaan verbeteren, hoe we die digitale tijd, uh, identiteit gaan vormgeven, ja. dat, we daar, uh, dat we dat zoveel mogelijk ook van waarde moeten zijn. Buiten de, laten zijn, buiten de overheid. En andersom, ook als ik een goede digitale identiteit heb. Die echt ook gewoon goedgekeurd is, met alle veiligheid en, en substantieel en hoog. Mag ik die dan ook bij de overheid gebruiken? En bij de gezondheidszorg en bij allerlei andere kritische plekken? Ja, ik denk dat je inderdaad de innovatiekracht die uh, buiten de overheid ook in het bedrijfsleven is, hè, die moet je echt gaan inzetten. Je ziet ook overal in Europa dat uh, uh, ja, uh, in de private sector digitale. Identiteiten worden ontwikkeld. En wat wij dus aan het doen zijn, is met die wet digitale overheid ook proberen we een, een speelveld te maken waarbinnen zowel uh, publieke als private middelen een rol krijgen. Okay, dus dat betekent ook als jij bijvoorbeeld, jij komt uit de bankwereld, die mensen zijn nogal bezig met uh, veiligheid en security en uh, KYC en dat soort zaken. Als daar dus een identiteit uitkomt, bijvoorbeeld IDIN, wat nu inderdaad een beginfase is zeg maar, van een IGT, die moet je eigenlijk ook gewoon bij de overheid kunnen gebruiken. Ja, ik denk dat we, dat we zo'n uh, systeem moeten maken waarbij je als overheid eigenlijk zegt deze identiteit is veilig. Ja. En dan moet je die uh, in, de, in de digitale toekomst kunnen gebruiken. Ja. Okay. Nou hadden jullie al acht jaar gewerkt uh, aan uh, een systeem, een multilevel, multi layer systeem, waar allerlei verschillende partijen identiteiten konden aanbieden. Identis, uh, zeg maar initiatief van EZ. Maar het lijkt alsof dat met zijn laatste wet uh, zeg maar op een zijspoor is gezet. Nou, wij zijn nu bezig om, dat, dat is denk ik de wet digitale overheid. En daarin wordt wel degelijk gekeken naar um, um, identiteiten vanuit de private sector als wel vanuit de overheid. Dus um, we moeten gewoon zorgen dat ook die innovatieve kracht die in de markt zit, dat die echt gebruikt wordt in dit systeem. Maar het, het grappige is, Identis is is een heel goed doordacht systeem met al die meerdere partijen. Wordt nu overal in Europa overgenomen. Wordt in Engeland, is het echt al gewoon operationeel. Frankrijk kijkt ernaar, Duitsland kijkt ernaar, België zelfs die het ook al heeft. Maar alleen in Nederland schijnt Identis niet meer zo populair te zijn. Heb je dat al gemerkt of is dat echt niet het niveau waarop jij zeg maar, wetgeving maakt en waar je over nadenkt? Nou, nee, ik denk dat, uh, want er zijn dus meer uh, private aanbieders en die, uh, waar wij nu aan werken is om die ook allemaal een kans te geven om, uh, als ze een hele goede identiteit maken, om die ja, voor mensen in Nederland van waarde te laten zijn. Okay, dus die aanbesteding die er nu komt, zeg maar, waar nu de voorwaarden worden voor gecreëerd, daar moet, er, dan moet iedereen die een goede identiteit kan leveren, die moet daar aan uh, kunnen meedoen? Ja, dat lijkt mij wel dat als je een aanbesteding doet, dat iedereen die een goed idee heeft, dat je die dan mee moet nemen. Ja, maar als zij bijvoorbeeld, uh, je kunt ook zeggen, er mag maar eentje uh, winnen. En of er mogen twee meedoen, of drie. Identisch was dat er meerdere partijen mee mochten doen. Dus dat, ik weet niet of dat in het ontwerp ook te voorkomt. Want ben jij daar nou bij betrokken? Als jij als Kamerlid, je hebt een nota ingediend, er is over gedebatteerd. Aan de andere kant is BZK bezig om al die voorwaarden voor zo'n uh, aanbesteding te doen. Uh, hebben jullie daar nog inzicht in? En ook uh, uiteindelijk, uh, moeten jullie ook goedkeuren? Ja, kijk, het lijkt mij, de logische weg is dat wij, wat we net bespraken over die één bron gedachte en hoe je mensen gaat helpen met een digitale identiteit, daar zijn wij elke dag mee bezig. En dat doen we als, als onderdeel van de initiatiefnota die ik heb gemaakt, maar ook als onderdeel van die wet digitale overheid. BZK, zoals je zegt, die gaan inderdaad over hoe gaan we dat vervolgens implementeren, hoe gaan we dat doen. En natuurlijk kijken we daarbij mee. Dat toets je wel even of dan ook jullie aannames ook daarin zitten. Nou, ik toets in ieder geval of er uh, iets moois gedaan is met uh, de plannen die wij naar voren hebben gebracht met D66. Uh, maar we gaan natuurlijk ook kijken van uh, uh, ja, geef je inderdaad uh, de markt ook de kans om uh, met goede ideeën te komen? Zeker. Ja. Hé, hey, D66 en jij zijn er echt heel erg mee bezig, dat zie ik in die nota. Hoe leeft dit nou in de Tweede Kamer? Van hoeveel collega's snappen al die verschillende aspecten en zo, al die verschillende middelen en al die verschillende niveaus en de integratie met Europa? Hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen zijn hier nou echt mee bezig? Nou, je hebt natuurlijk het systeem van woordvoerders hier, maar ik denk dat wat veel belangrijker is, is dat je ziet dat doordat de hele samenleving zo met die digitale toekomst bezig is, dat steeds meer uh, mensen hier ook aandacht voor dit soort dit, uh, ja, iets als digitale identiteit hebben. En ik ben daar heel blij mee, want uh, we kunnen alleen iets gaan doen... als we, als we hier met z'n allen uh, zien wat er in de samenleving gebeurt. Nou, in mijn ogen, die digitalisering gaat heel erg hard. Um, en ik zie dus steeds meer, uh, ja, ik zie ook steeds meer collega's... die daar echt wel iets in zien. Heel specifiek, uh, als er problemen zijn op andere ministeries... kan, je vaak, kan ik vaak, vaak teruggrijpen op, hé hey jongens... We hebben al bedacht dat we een digitale identiteit moeten maken. Misschien moeten we niet um, um, aan gaan bellen om te kijken of iemand er nog woont. Misschien kunnen we dat in die digitale toekomst veel beter doen. Ja. En zo werk ik ook samen met collega's hier. Dus je ziet er meer aandacht voor. Ik denk dat dat wel echt positief is. Ja. Even en nog het, um, een beetje afrondend, hè, want je moet weer uh, weg naar het volgende debat. Um, DigiD gebruik ik al jaren en ik word echt een beetje gestoord van de gebruikersonvriendelijkheid. Hè? Dus dat, echt, dat is nou niet echt dat je denkt: van wauw, hier word ik echt heel erg blij van, het werkt, maar het is een gedoe. Terwijl aan de andere kant dat ideal, dat gebruiken we elke dag. Hè? En die banken die zijn echt die doen miljarden transacties per jaar en die kunnen dus ook veel makkelijker digitale identiteit inbouwen en dat ook gebruikersvriendelijk doen. Zie jij überhaupt een kans dat uh, als je nou zo'n publiek middel en zo'n uh, privaat middel, het enige gebruik je honderden miljoenen keren, andere miljarden keren. Kunnen die dat, kunnen, kan, kan zo'n DigiD nou eigenlijk compieten met, met zo'n privaat middel? Nou ja, ik denk dat als we zeggen dat we één speelveld willen hebben... waarbinnen zowel de innovativiteit van de markt... als de uh, dingen die de overheid doet samenkomen... Dan, uh, dan gaat dat gebeuren. Daar moeten wij een mooi uh, kader voor maken. Ik denk dat je iets heel belangrijks uh, opnoemt. Want als jij al, Vincent, uh, dingen moeilijk vindt aan uh, DigiD... dan zegt dat mij ook weer uh, dat we... Er zijn er nog heel veel mensen in Nederland die het nog moeilijker vinden. Het moet en gewoon daar, simpel en makkelijk ja, en eenvoudig zijn. Ja, en daar denk ik dat je niet alleen als markt... Niet niet alleen als overheid, maar dan moet je die gezamenlijke kennis en kunde die we in Nederland hebben in gaan zetten om tot ja oplossingen te komen waarvan jij niet meer zegt dat het lastig is. Maar ook mensen die iets minder technologische kennis hebben dan jij, zeggen van hey hier kan ik goed mee werken. Maak ja. nog even wat losse vraag erbij. Als je het hebt over digitale identificatie, heb je dan ook meteen over uh, tekenen? Dat ik ook echt uh, kan uh, autorisatie kan doen rondom dingen. Hetzelfde. Sorry, zeg ik zeg nog één keer. Als jij het hebt over digitale identificatie, bedoel je dan eigenlijk ook meteen dat ik kan tekenen, dat ik ook meteen toestemming kan geven voor bepaalde activiteiten? Zit dat er gewoon automatisch in? Nee, dat zit er niet automatisch in. Ik denk dat dat soort dingen, zoals machtiger, dat is een heel belangrijk onderdeel van uh, online identiteit. Dat zijn allemaal dingen die we separaat. Moeten regelen en ook heel goed moeten regelen, omdat dat natuurlijk enorme consequenties gaan hebben als het misgaat. Dus als ik het heb met jou over online identiteit, dan vind ik het heel belangrijk dat we die eerste stap gaan zetten. Dat we die persoonsgegevens, dat we die identiteit terugbrengen naar de mensen zelf. Dat kunnen we nu doen met die één bron gedachte. Uh, en al die dingen die daarachter vandaan komen, uh, dat zullen we ook moeten gaan regelen. Daar zijn we trouwens ook mee bezig. Want machtigen is echt heel erg belangrijk. Als je dan zegt dat derde partijen ook toegang moeten hebben op een gegeven moment om. Als je dan zegt dat derde partijen ook zo'n digitale identiteit moeten doen, betekent dat ook dat ze dan ook het BSN-nummer moeten kunnen gebruiken? Als je bijvoorbeeld in de zorg bent, kun je zonder BSN-nummer helemaal niks. Überhaupt, als je met de overheid werkt, kun je zonder BSN niks. Moeten die dat ook kunnen gebruiken? Nou, daar, moeten we, daar zijn we nu ook mee bezig. Van waar kan je BSN wel en niet gebruiken? En dat is ook. Waar we, dat is ook weer zo'n voorbeeld waar je ziet dat de digitale toekomst kan er eigenlijk al veel meer En de oude spelregels, uh, die wij met z'n allen over uh, hele lange tijd hebben gemaakt, die zijn daar eigenlijk niet op geëquipeerd. Dus het antwoord is, daar zullen we echt, daar zullen we nog echt heel veel werk in moeten stoppen. Want het antwoord is, is dat, je dat je daar nog geen antwoord op kunt geven. Nou, het antwoord is dat, dat uh, het antwoord wat jij zoekt, denk ik, uh, uh, niet zo simpel te geven is. Ja. Laatste vraag, Jan. Je hebt nu binnenkort zit je twee jaar in de Tweede Kamer. Je hebt, de, je hebt eindeloos in het bedrijfsleven gezeten. Nu twee jaar in de, in de Kamer. Laatste vraag, Jan. Je hebt nu twee jaar zit je in de Tweede Kamer. Je hebt heel lang in het bedrijfsleven gezeten en nu in de politiek. Wat is moeilijker en wat zijn de verschillen die jij gewoon nu zo op kan lepelen? Zo, nou dat is ook weer een hele moeilijke vraag. Um, het is heel anders, maar de energie die je krijgt van zo'n zo uh, belangrijk, belangrijk iets als online identiteit. Uh, die is heel anders dan wat ik in het bedrijfsleven deed. Het allebei mooi. Maar ik vind dit nu, waar ik nu mee bezig ben, ja, dat geeft echt de energie die ik zocht. Bij de overstap. Ja. Maar heel vaak hebben mensen over politici dat ze zeggen: ach, het is allemaal makkelijk en ze zitten daar maar op hun sleetels. Maar ik heb altijd het idee: in het bedrijfsleven heb je een complexiteit, maar die is nogal gelimiteerd. En jij hebt een hele brede complexiteit met een heel breed veld waar je allemaal rekening moet houden. En politici zijn is een hartstikke moeilijk vak. En daar moeten we ook eigenlijk gewoon niet zo, moeten mensen in het land echt wat minder, minder onsubtiel over doen. Nou, jij zegt het. Ja, ik zeg het, maar wat. Maar, ja, maar ik wil het niet zeggen. Ik wil eigenlijk even weten een beetje wat jij daar nou van vindt. Nou ja, ik vind, ik vind dat. Um, um, wat ik net zei. Ik, ik denk dat wat ik hier doe. Zoiets als een online identiteit die we net bespreken. bespreken dat geeft echt wel energie om zo'n soort probleem bij de kop te pakken. En proberen daar het beter te maken. Dat geeft mij een heleboel energie. Het is best complex, hè, die overheid, om daarvoor te werken en daar wetten voor te maken die een beetje werken. Zeker, omdat er heel veel mensen ook buiten zijn met heel veel goede ideeën en die moeten we goed, uh, daar moeten we goed gebruik van maken. Oké, okay, dankjewel. Interessant om te zien wat hij met digitale identiteit heeft en hoe snel het zich ontwikkelt.